Nou, hier zie je dus de bosbrand 2 dagen later. Vanaf de andere kant van de heuvel. Je ziet dus dat het hier helemaal over de heuvel is getrokken. En wij staan hier nu echt midden in het rampgebied tussen de afgebrande bomen zoals je ziet. Hier beneden is een villa die toch redelijk gered is. Ja, misschien een beetje afgefikt. Daar beneden zie je ook nog een villa. Daar. Ja, ze hebben gewoon ontzettend geluk. Daar staat ook nog een villa. Schijnt dat er dus 1000 mensen geëvacueerd zijn. En dat er 1 villa is afgebrand. Nou, als je het ziet, het hadden er dus veel en veel meer kunnen zijn. Ongelooflijk. Dan hebben een paar mensen ontzettend geluk gehad. Als je even met me meeloopt, laat ik je even de andere kant van de berg zien. En daar zie je dus hoeveel huizen er nog meer staan. Maar ongelooflijk dat deze huizen gewoon bewaard zijn gebleven. Het is hierachter ook nog helemaal doorgegaan. Tot daar. Dus de brandweer heeft goed zijn best gedaan. Het was Ibiza News. Bye bye.